Nee, jongens, wil ik zeggen, ik moet morgen echt geen flikker meer. Bij mij, ik heb vorige week gezegd, mijn moment is daar. Mijn punt is bereikt. Ik ben overgekookt van woede afgelopen jaar en wat me is aangedaan. Nou, ik moest al van maart een afgifte DNA doen. Nou, aangezien mijn medische dossier, ik ben heel vaak op ziekenhuizen geweest. Heeft het DNA-centrum heeft mij tot 10 augustus de tijd gegeven om mijn DNA af te geven. Bij deze, ik kom niet. Ja? 1. Het is verkrachting als je met een stokje bij iemand in zijn neus, mond of piemel naar binnen gaat. Dus dat is ook verkrachting. Dus ik ga jullie morgen een aangetekende brief sturen, tot ik niet meedoe. Ja? Gaan jullie mij toch laten komen 10 augustus, betekent dat dit 1. Dat is geen grondwet. Jullie hangen al. En 2. Dat is verkrachting. Ja, ik zal jullie dan ook het hoogste gaan doen, want ik heb er gewoon genoeg van. Ik ga geen DNA afgeven aan jullie van een wet met een mondkapje waar ik op veroordeeld ben. En een school wat ik zogenaamd in de fik wou zetten, omdat er lendenkriebels was, wat er wel is geweest. Wat ook geen klote verklopt, ga ik geen DNA geven. Ik zal morgen de aangetekende brief sturen tot ik niet meedoe. Nou, als jullie me daarvoor willen komen ophalen, veel plezier. Doe maar. Ja, maar ik werk niet mee. Doen jullie toch, draai ik de rollen om. Je weet het, ik heb te scheiden aan jullie allemaal nou. Want het klopt niet, ik doe niet meer mee. Dan weten jullie dat. Dus, een stokje bij iemand naar binnen brengen die wil niet, is hetzelfde. Als ik mijn tong bij jou in de mond duw, dat is ook verkrachting. Ja, als jij een stokje bij mij in mijn neus en mijn mond duwt voor DNA af te nemen, is ook verkrachting. Ja, dus ik ga jullie morgen aangetekende brief sturen als jullie het wel doen. Dan ben ik er klaar mee. Die brief die kan voor 10 augustus een brief zijn tot van meneer Plaat, je hoeft niet te komen. Doe je het wel, zal je zien dat ik voor deze week nog een kort geding heb. En dan meen ik doe het. Ik heb er scheid aan, ik heb er helemaal gehad met jullie. Alle organisaties roepen nou, dus geen grondwet, jullie zijn de bedrijfsstaat in Nederland. En die robots met die pet, die kunnen alleen maar vissen arresteren. Ja, die hebben een zeemanswet. En dat is het enige wat jullie mogen. Jullie mogen geen burgers arresteren, want wij zijn van het land, wij zijn mensen. Ja, wij doen niet mee. Ik ben Jury van de familie Platen. Ja, dus onthoud dat goed. Ik ben er klaar mee. Ik hoop dat jullie ook mensen die wat hier meekijken ook er klaar mee zijn. Ook gewoon die poot stijf houden. Scheid eraan. DNA-onderzoek. Ik doe niet meer mee. Doei.